Vlogmas Day 27, guys. Vandaag ga ik weer vloggen voor jullie. En vandaag wordt best wel een chill dagje. Ik ga me zo klaarmaken, want ik ga zo meteen namelijk naar Scheveningen toe. Het is nu 1:15. En over ongeveer een half uurtje gaan we weg. Ik trek gewoon weer de outfit aan die ik gisteravond had. Lekker comfy. Er hangt hier echt een soort van brandlucht in mijn kamer. Dus ik weet niet wat het is. Mijn telefoon is aan het opladen, zeg maar. En de geur, die kwam zeg maar daar vandaan. En daar zit een stopcontact. Dus ik heb gelijk mijn stopcontact eruit getrokken. Of de stopcontact, mijn stekker eruit getrokken, zeg maar. Dat hij niet doorbrandt, zeg maar. Dus dat. En ik ga vandaag weer vloggen. En daarna ga ik, nadat ik naar het strand ben geweest, ga ik naar mijn oma toe. En daarna gaan we nog naar familie. Want het is vandaag twee kerstdag. En ik zit bijna op de 500 abonnees. Nog 17. En dan zit ik op de 500 abonnees. Dus daar ben ik super blij mee. Wat ik vandaag ook ga doen is... Ik ga morgen, want morgen is het zondag. Ik denk de hele tijd... Oh, het is vandaag zondag, dus ik kan niks meer doen. Nee, het is vandaag zaterdag. En morgen is het zondag. Dus ik wil denk ik... volgende week, dan is het... Denk ik, weet niet. Wil ik een video op gaan nemen. What I got for Christmas. En ook nog wat ik omheen heb gekocht. Zeg maar. Dus dat ga ik doen. En ik ga me nu even omkleden. Want even wat aan dit doen. En dan spreek ik jullie. Vandaag is het truipak van de H&M. Broek, New Yorker en schoenen. Primark en mijn 94 tas. En hierover gaat nog mijn lerenjasje en mijn sjaal. Dus dit is nu in de auto en we gaan naar het strand. Het is nu 15. Hey, moet je kijken. Oh, wat leuk. Gaan we daar? Kan je daar ook gewoon naar binnen lopen om te zeggen? Oh. Ja, maar macro is ook voor bedrijven, zo toch? Ja. Marcel van jouw bedrijf zaken. Jij zit in de PV of zo. Ja, ik zou wel. Dus. Maar man, wanneer gaan we weer naar macro? Dus ik ga lekker naar. We gaan lekker uitrijden op de pier in Scheveningen. Is dat? Ik zit in de auto. Hé, er komt hier een KFC. Quinn. Ja, KFC. Er komt hier een KFC. Hier. Echt? Ja. Vlakbij Delft komt er een KFC. Dus super, super, super top. Nou, we zitten dus in de auto. Zoals ik net al zei, ik heb alles bij me, mijn tas. En we gaan lekker uitwaaien op de pier. Dus. Guys, jullie lagen heel mooi met een prachtig mooie hoofdje. Grapje, is het joke? Wat haar jongens, dit overal. Ik weet niet of jullie horen, maar kijk, het is echt heel mooi op het strand. Kijk. Daar is de bungee jump, maar dan kan je daar nu niet van af. En het is echt super mooi hier. Kijk, vind ik dan wel oké. Maar dat, wauw. Die zon. Wauw. We gaan nu lopen, dus ik loop dingen. Ik loop nu hier op de pier. Yay, outfit of the day. Pannenkoekenhuisje, ik heb warme chocolademelk. En ik heb poffertjes met Nutella besteld.
En we hebben een half uur gezocht naar een pannenkoekrestaurant hier. De poffertjes zijn binnen. De poffertjes zijn binnen. De poffertjes zijn binnen. De poffertjes zijn binnen. Auto. Het was super gezellig op het strand. We gaan lekker naar huis en dan gaan we lekker een film kijken vanavond. En ik heb net Indisch eten gehaald, dus ik heb twee risoles gehaald. Twee papaus en een soort van tempeh, whatever-achtig iets. Heel leuk. En we rijden nu hier. Dus dat is super chill.